Ze zijn er in alle soorten en maten. Ambassadeurs. Ik mag eindelijk zeggen dat ik ambassadeur ben van het Wereld Natuurfonds. Ik ben ambassadeur van Stichting Magic Care. Ambassadeur van de liefde. Kijk, apentroep. Vandaag gaat het over de ambassadeurs van Nederland. Die Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. We hebben 150 ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen. In bijna alle landen van de wereld. Kleine stukjes Nederland in het buitenland. Klinkt belangrijk. Maar hoe zou de wereld eruit zien zonder onze ambassadeurs? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst weten wat ambassadeurs eigenlijk doen. Hun vak is diplomatie. Definitie in het woordenboek. De kunst en de kunde van het voeren van overleg tussen twee groepen om daarmee een bepaald doel te bereiken. Dus eigenlijk ben je ook een diplomaat in jouw eigen leven. Maar als ambassadeur word je uitgezonden naar het buitenland om Nederland te vertegenwoordigen. Ze zijn er in de eerste plaats voor Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. En dus ook als je vast komt te zitten in het buitenland. Ze worden gearresteerd, ze belanden in het ziekenhuis, er is een familielid vermist. Dat zijn dingen waar je dan als ambassade iets mee doet. Dan moet je echt 24/7 aanstaan. Daarnaast helpen ambassadeurs Nederlandse ondernemers in het buitenland. Het grootste Nederlandse bedrijf had hele goede contacten met de zittende regering. En ineens kwam er een nieuwe regering. En dat grote Nederlands bedrijf had eigenlijk helemaal niet geïnvesteerd in contact met die oppositie. Toen hebben wij ervoor gezorgd dat ze die connectie konden leggen met de nieuwe regering. Landen denken soms ook anders over zaken. Zoals gelijke rechten voor LHBTI'ers of voor vrouwen. Ik zat in een land, Maleisië, wat een moslimmeerderheid heeft. Dus ik heb daar behoorlijke gesprekken gehad over onderwerpen als uithuwelijk van meisjes. Maar het is wel belangrijk dat je luistert. Waarom zitten ze er zo in? En dan probeert vervolgens te kijken van hoe kun je ervoor zorgen dat er toch wat beweging komt in zo'n onderwerp. Ondanks de verschillen in mening maken onze ambassadeurs zich sterk voor deze onderwerpen. Maar wel met respect voor de lokale cultuur. Ghanum ha, aghayan, dustan. As Antomane, in the Netherlands we stand for the freedom of information. En ook al zijn er wereldwijd misschien meer mannelijke ambassadeurs, vrouwen krijgen die onderwerpen soms toch net wat makkelijker op tafel. Ik heb wel eens de indruk dat ze moeilijker nee tegen een vrouw kunnen zeggen. Omdat je toch benaderbaarder bent voor de vrouwelijke mensen in dat land. En je kan ook vaak als voorbeeld dienen. Oorlog in Europa, waar iedereen bang voor was, is begonnen. Ook zijn onze ambassadeurs de ogen, oren en handen van Nederland in het buitenland. Het eerste wat je doet is contact houden met elkaar, maar ook informatie proberen te verzamelen. Wat zien we? Waar vinden de aanvallen plaats? Hoe is de situatie on the ground? En dat delen met Den Haag. De werkzaamheden op een ambassade veranderen ook in tijden van conflict. Er was bijvoorbeeld een gezin met een klein babytje. Ja, zo'n babytje heeft nog geen paspoort. Die konden we dan gelukkig helpen om daar een nooddocument voor te maken. Zodat zij veilig het land uit konden. Even een stapje terug. Waar komen ambassadeurs eigenlijk vandaan? Alexander de Grote gebruikte bij het veroveren van een van de grootste rijken uit de oudheid al diplomaten. Om te onderhandelen over vredesverdragen bijvoorbeeld. Ook Nederland heeft al honderden jaren ambassades over de hele wereld. Die bevonden zich vooral in de gebieden waar de VOC en WIC actief waren. De eerste vertegenwoordiging? In Engeland, al in 1584. Maar de rol van diplomatie werd echt universeel in 1961, toen 191 landen het Verdrag van Wenen ondertekenden. De belangrijkste regel? Ambassadeurs zijn onschendbaar, zodat ze hun werk kunnen uitvoeren zonder dat ze bang hoeven te zijn voor dwang, intimidatie of arrestatie. Er zijn landen die wat ruwer omgaan met de diplomaten. Het is heel belangrijk dat je als diplomaat onafhankelijk kunt opereren zonder dat je bang hoeft te zijn voor consequenties. En dat heb je dankzij die diplomatieke onschendbaarheid. Zijn ambassadeurs dan vrij van regels? Nee. De ambassadeur moet zich houden aan de wetten van het gastland. Doet hij dat niet, kan het gastland hem of haar op het zogenaamde diplomatenmatje roepen. Ook wanneer een verschil van mening tussen landen hoog oploopt, is het matje soms de uitkomst. De gevolgen variëren van een berisping tot aan de mededeling dat de ambassadeur het land moet verlaten. En dat is soms ook wel nodig. Nederland zette Russische diplomaten uit vanwege spionage. Wat hier om gaat, is dat dit mensen zijn
die het diplomaat op hun visitekaartje hebben staan, maar eigenlijk wat anders doen. In 1984 ging het mis bij de Libische ambassade in Londen. Er werd vanuit de ambassade met een automatisch wapen geschoten op de demonstratie tegen de Libische leider Gaddafi. Daarbij kwam politieagent Yvonne Fletcher om het leven. Uiteindelijk moest de Libische ambassade vertrekken uit Londen en alle diplomatieke banden tussen Libië en Engeland werden verbroken. De Libische ambassade werd 11 dagen omsingeld, maar nooit betreden. En dus werd er niemand gearresteerd. Vanwege onschendbaarheid dus. Een ambassade hoeft dus niet iedereen binnen te laten. Maar wij gingen daar toch een kijkje nemen. De veiligheid is helaas een probleem in Irak nog steeds. Maar die veiligheid is ook voor ons van belang in Nederland. Onveiligheid leidt tot terrorisme of tot ongereguleerde migratie. En dat is ook de reden waarom Nederland in Irak aanwezig is. Maar we moeten natuurlijk wel ons werk veilig kunnen doen. Maar helaas zijn er af en toe wel eens raketaanvallen op de internationale zone. Met name op de Amerikaanse ambassade die vlakbij ligt. We hebben een dak gebouwd, dat heet het zogenaamde mortierdak. En dat beschermt ons tegen inslagen van raketten. Je zou een ambassade kunnen zien als een klein bedrijf. Met aan het hoofd de ambassadeur. Onder zijn hoede werken mensen gespecialiseerd op het gebied van cultuur, politiek en economie. Dat zijn Nederlanders met kennis van dat gastland. Maar er werken ook mensen uit dat land zelf. Want juist die hebben vaak de meeste expertise en contacten ter plekke. Ook ambassadeurs hebben veel kennis van het land waar zij geplaatst zijn. Alleen moeten ze al na 4 jaar opnieuw beginnen. Ze wisselen dan weer van plek. Zo blijven ze scherp en houden ze goede binding met Nederland. Ik wist dat ambassadeurs in het buitenland het op een gegeven moment hadden over mijn land. En dan hadden ze het over het land waar ze zaten en niet Nederland. We weten nu wat ambassadeurs zouden moeten doen. Maar hoe gaat het er eigenlijk aan toe in de praktijk? Onze ambassadeur Karin bleef, hoe gevoelig ook, aandringen in Maleisië om druk te zetten om de onderste steen boven te krijgen over de ramp met MH17. De ene minister wilde echt heel nauw samenwerken met ons op het MH17 dossier. En de ander is ook bang om Rusland tegen de haren in te strijken. Dat vergt dan ook wel heel veel overredingskracht. Heel vaak gewoon aan de bel trekken als je het gevoel hebt van ja, ze gaan de verkeerde kant op. Daar heb ik toch een groot deel van mijn tijd aan besteed in Maleisië. It is important to tell our point of view. Why do we think? Why do we want truth, justice? How do we look at the MH17 investigation? And they may not like it or they may not believe it, but I think it's worth repeating the message. Onze ambassadeurs zijn dus diplomatieke duizendpoten. Ze verbinden, overleggen en luisteren. Ze zijn beleefd in de omgang, maar kunnen hard zijn op de inhoud. Ze helpen Nederlanders in nood en verdedigen de Nederlandse belangen. Maar nu terug naar die ene hypothetische vraag. Hoe zou de wereld eruit zien zonder ambassadeurs? Je kan geen paspoort aan de Nederlanders meer afgeven die hier wonen. Je kan geen bijstand meer geven aan bedrijven die in de problemen komen. Diplomatie is echt belangrijk om op internationaal niveau relaties tussen landen goed te houden. Dan zouden al die hele kleine veenbrandjes die we zien in de wereld misschien wel heel snel uitgroeien tot hele grote branden in deze wereld. Ja, en als je geen systeem hebt om dat vreedzaam op te lossen, ja, dan is er weinig alternatief volgens mij dan ja, vechten met elkaar. Ook als je als landen van mening verschilt, dan is het belangrijk om die dialoog open te houden. Ook als het moeilijk is.